se vêt tes couleurs, je partage tes douleurs, je sens tes battre nos cœurs, nous respirions l'air de la mer, amoureux silencieux, inséparables, audacieux, nous étions seuls dans notre été, dévorant tendrement tous ces instants d'éternité. Tu étais naïf, tu étais tendre, tu étais beau. Tu percevais mes couleurs, tu partageais mes douleurs, tu sentais battre nos cœurs. Nous n'avions rien à nous dire, tout nous semblait résolu. Nous étions jeunes et nous croyions en la vie. Mais c'est dans ces moments superbes que nous nous sommes perdus. Le goût de miel avait soudain disparu. Mais si un jour tu revenais, tu me reconnaîtrais. Alors tout recommencerait. Cette fois je te parlerai de nous. Je te garderai, je t'aimerai à tout jamais. Et je rêve, oui, je rêve à ce bonheur de retrouver nos couleurs, de partager nos douleurs, de sentir battre. Stem. Dat zou Windus ook prachtig gevonden hebben. Hè? Oh, ja. Wat een mooie stem. Ja. Nou, ze zitten er. Je familie op dit moment. Ja, mijn familie. Ja, ja, ja. De cast van, een gedeelte van de cast van Sonneveld. Gerry van der Kleij, Frans Mulder en Herman Boerman. Hartelijk welkom. Dank je wel. Allereerst, Jos. Wat zei je? Ik zeg allereerst, Jos, jij maakt oorspronkelijke Nederlandse musicals. Ja. Je hebt in het verleden wel eens enorme risico's genomen. Ja. Je zei het net al, trailers, dat zijn dan grote vrachtwagens vol. Je hebt wel eens je huis ingezet als bankgarantie. Ja. 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 Waarom? Niemand anders betaalt het voor je, je zal het moeten. Nee, maar waarom moet je? Waarom is het belangrijk om Nederlandse musicals te maken? Dat weet ik niet. Het buitenland is ook belangrijk, maar... Je bent autonoom als je het zelf maakt. Je, kan maken wat je wil. Natuurlijk binnen bepaalde grenzen. En je kunt het zelf casten. Je kunt zelf de mensen uitzoeken. Je moet toch met elkaar de bus in. Een heel seizoen, 200 voorstellingen lang. Ja. En dat is een groot voordeel, hoor. Ja. Oké. We gaan het even over Sonneveld hebben. Yeah. Hè? Sonneveld, jongens. Een musical over Sonneveld. Iemand die nog zo op ieders netvlies gebrand... staat. Zeker onze generatie, ja. Ja, maar ja. Ik ben ietsje jonger, sorry. Ja. Nou, wij zijn ietsje jonger. Maar toch, die man, die zien we dus toch wel op die conferences en zo. Mm. Maar is dat nou niet een enorm risico? Was je er niet bang voor? Dat is eng. Je begint, als je, dat zullen jullie nog weten op de lezing... begin je met een zo goed mogelijke imitatie. Want dat is je houvast. Ik kon hem vroeger heel goed nadoen. Ja. En dat deed ik nog wel eens om Frank te pesten ook. In gewone en andere productie. Ja. En dan ga je het repeteren. En dan, je kan met een imitatie niet repeteren. Dan kan je zo'n rol niet lagen, niet uitdiepen. Dus dan moet je weer verjossen daarna. En dan moet je daar weer Wim bovenop leggen. Het is een heel procedé nog, hoor. Ja. Maar je houdt ook die herinnering levend. Want we hadden in het ballet, waar jonge mensen zitten... echt een paar, die liedjes die wij natuurlijk allemaal kennen... zo heerlijk rustig of zo, echt nood voor nood moesten leren... omdat ze dat toch niet meer wisten. Kenden jullie Sonneveld? Kende jij Sonneveld? Ja, ik heb hem leren kennen. Een paar jaar voor zijn dood.
En ja, een groot compliment voor mij was dat hij leerde mij toen kennen in gezelschap van mijn zuster. En toen had hij een show gezien. En toen zei hij tegen Willem Nijholt, die toch bij hem was, ga jij eens even die boa halen voor die lange. Hij wist niet hoe ik heette. Voor die lange. Toen kreeg ik een boa van hem. Zei hij, met jou wil ik nog wel eens wat doen. Oh. Ja, dat is er nooit van gekomen. Nooit van gekomen. Ja, maak je nu goed via. Maar nu dus weer wel. Wel. Jawel, het komt. Het rare is stad, hè? La Ronde, ja. Hè? Ja. Altijd. Altijd. Ja. En jij? Kende jij hem persoonlijk? Nee, helemaal nee. niet. Jij kent Friso wel weer. Ja, het gekke is dat ik alle mensen om hem heen goed heb leren kennen. Zoals Albert Mol, dat is gewoon een hele lieve, dikke vriend. En Connie ken ik. En Friso, Wiegersma natuurlijk. Want die is met Hans. En Hans had bij Purper. Purper, die kennen we allemaal. Dus die ken ik allemaal heel goed. Dus ik weet wel een heleboel van die Jansen, sfeer. En kende je die? Want jij speelt die heb ik Huub ook Jansen. Één keer ontmoet. En het gekke is dat ik me dat toch niet zo goed kan herinneren. Maar ik ben één avond, een keer heb ik daar een gesprek mee gehad. S'avonds in een café. Ja, gek, hè? Speciaal voor zijn rol met Friso gaan praten. Ja, dat wilde ik je dus. Dat was de volgende vraag. Heb je hem wel... Het is zo'n ongelooflijke, leuke man. Je hebt hem gesproken. Ja, ik heb hem gesproken samen met Frans. En dat was geweldig, op een zaterdagmiddag. En 3 uur lang naar hem geluisterd. En ja, over dat leven met Wim en met Huub. En die onmogelijkheid van die... Van dat driemanschap. Ja. En dat is als je zit te luisteren en je valt van het ene ongeloof in het andere. Je denkt, oh, wat was dat een toestand. Een toestand, hè? Ja, Frans, ik ben nog even benieuwd. Want ik ken jou natuurlijk als mijn eigen Frans Mulder van Purper. Ja. De man met van de prachtige liedjes en zo'n heerlijke regisseur. Mm. Dat je er ook bent. Ja. Hoe was dat nu om gewoon in één keer alleen een rolletje te spelen? Ja. Vertel eens. Dat was een enorme teleurstelling. Nee. Kon je dat wel? Dat ik die rol spelen? Ja, dat kan je wel. Gaan we nu naartoe, Groothuizen? Nee, kan jij wel zo dienend zijn? Ik bedoel, ja, kan heel dienstbaar zijn. Had je niet het idee van, moeten we niet hier eens links staan? Kijk die maar aan. Nee, ik vond het, ik heb het er juist om gedaan. Om een tijdje eens niet de kar te trekken. Dus ik kijk soms wel eens naar Jos 's avonds. Die staat de hele avond op toneel. En denk, oh ja, dat heb ik ook altijd gedaan. Zo. Want het is best zwaar, hoor. Ik bedoel, je hebt alle verantwoordelijkheid voor de hele boel. Dus ik vond het lekker om het eens niet te doen. En ik ben hard bezig ook weer in de toekomst weer met eigen dingen. Want ik mocht het niet zeggen, maar ik heb het toch gedaan. Ja, wij hadden wel veel aan elkaar, hoor. Want ik heb natuurlijk... zijn oude vrienden ook. Ja, en hij weet wat het is om van de grond af aan iets te maken. Dus wij hebben wel veel gebeld. En hij heeft ook veel tekstjes gelezen in een oerstadium en zo. Dat was voor mij toch wel een veilig gevoel. Ja, heerlijk om met hem te werken. En de oude klei is en de oude klei erbij. Oh, het is helemaal goed. Zeg, luister, nog één ding. Sonneveld was natuurlijk wel iemand die 's morgens om 9:30 zei van, dat komt ook uitgebreid aan bod, van jongens, we gaan nog even eerder weg. Ja. Naar, want we gaan nog even langs een museum. Ja, ja. Echt een wat dat betreft een despoot. Dat doen wij niet, hoor. Hoe is het met Jos? Want dat is ook een beetje een paterfamilias. Ik zou je daar een heel goed voorbeeld van geven. Ik zag de speellijst en toen dacht ik, we staan met Kerstmis in Hengelo. En dan is Hengelo een mooie plaats. En dat is heerlijk daar. Maar met Kerstmis, we zijn toch komen allemaal uit Amsterdam. Nou blijkt natuurlijk dat hij daar een ontzettend leuk huisje in de buurt had. Ja. Dus we gaan op tournee naar Hengelo met de kerst. En dat zou Sonneveld ook gedaan hebben, ja, denk ik. Ja, precies. Een beetje paterfamilias ben je wel. Ja, want hij wilde ook dat we allemaal komen logeren. Dat is een beetje... Dat is ook nog wel. Een kerstdiner krijgen we toch ook daar? Dan? Ja, ja, ja. Dat is allemaal geregeld. La Klei moet even voorbereiden hier. Ja, nou, ik ben hier om te zingen. Ja, nou. Om te zingen. En zo'n ontzettend leuk nummer. Mijn wereld is Wim. Maar eigenlijk dus nu mijn wereld is Jos dan? Je wereld is Jos, ja. Maar we denken Jos als jij ziet Wim. Ja, toch, dat is jouw idee. Kom eens voor ga me maar op, even. Ja, nee, wacht op het moment. En jullie zijn net begonnen en jullie spelen tot... 1 juni, tot en met 1 juni. Tot en met 1 juni. En daarna juni. Toch wel een reprise, hoop ik? Dat weten we nog niet. Oh. Dat weten we nog niet. Dat is al zo lastig, dat je dat nu moet beslissen en je weet nog niet of je dat wil. Ja. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier. Nou, jij blijft nog even zitten. Dank je wel, jongens. En blijf nog even luisteren naar Gerry van der Klei met Mijn Wereld is Wim. Ik zat aan de lunch met een koud kippenpootje. Toen hoorde ik opeens Wim zijn nieuwe Peugeotje. Hij rijdt nu Peugeot en dat doet hij met name.
dat hij hem gratis kreeg voor de reclame. Hij hees zich de trap op en keek naar de loper en riep, nou, de mijne wordt stukken goedkoper. Ik maak doodgewoon een tapijtconferentie waar twee keer een bijenkorf grap in moet flansen. Ik denk nu aan Wim, want ik ben eenmaal zo, bij iedere traptree en elke Peugeot. Oh, wat ik ook doe, ik denk nu tot mijn dood aan Wim als ik hap in een koude kippenpoot. Sta ik onder hypnose of is het een neurose? Waar ik ga of sta, daar is altijd zijn schim. Hij rommelt, hij regelt, mijn douche wordt betegeld. Hij goochelt mijn pumpsen van simsalabim. Die heeft hij gevonden in Rome of Londen. Je kunt hem niet lozen. Mijn wereld is Wim, mijn wereld is Wim, mijn wereld is Wim. Oeh! Bidoeli doeli poe, bidoe bidoe da. Bidoe 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 da. Hoe flikte je toch om maar wakker te blijven? Om een poes en mijn plant en mijn plee voor te schrijven. Hij heeft energie genoeg om te beginnen. Propt hij ieder uur 7 marsen naar binnen. Ik laat me bedillen, ik laat me gezeggen. En als ik zeg Wim, ik moet eventjes leggen. Dan zie ik hem in zijn Peugeotje verkassen. En komt hij terug met die nieuwe matrassen. Hij kijkt op mijn schmink, hoe ik thee heb gezet. De baas in theater, de baas in mijn flat. Mijn heg wordt geknipt en mijn pruimen geweld. Met al de adviezen van Wim Zonneveld. Boe, 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 boe. Wat is de prognose? Totale psychose. Hij is de Mont Blanc en ik klim en ik klim. De ster van zijn slaven moet hollen en draven. En dat schotgevoel als ik eventjes dim. Ik draag automatisch Max Heijmans creaties. Door hem uitgekozen. Mijn wereld is Wim, mijn wereld is Wim, mijn wereld is Wim. Hij zit onder mijn huid, in mijn haar, in mijn ogen. Want werk je bij Wim, hoor je bij ze me spogen. Je zit aan hem vast met een ijzersterk draadje. Dus hij koopt jouw slip en hij koopt jouw BH'tje. Je drinkt Wim zijn wijn met een Zonneveld kaasje. Drinkt Zonneveld thee met een Wim speculaasje. De zon komt zo op en de zon neigt er kimmen. Een dag boordevol met alleen nog maar Wim. Zo gaat het al jaren van druk op de knop. Maar soms ben ik op, ben ik op, ben ik zo op. En als ik dan meer dan genoeg van hem heb, roept Wim, hier een billetje meid voor de peppen. Doe! Maar is er een ander dan, met wie je zo lachen kan? Wie is er zo toegewijd, zo teder en slim? Heeft dat virtuose, heeft dat grandioze? God, ik zit op rozen. Dat is Wim. Mijn wereld is Wim, mijn wereld is Wim. Wat een stem. Wat een stem heeft die vrouw. Nou, wat een wijf, ja. Maar aan tafel. Hartelijk welkom. Wilbert Gieske, Hein en Sistine. Van Chorusline. Ja, en dan moet ik even zeggen, want jou kennen we natuurlijk al 100 jaar van Goede Tijden, Slechte Tijden. Dan zie ik er nog, en Sistine was de prachtige understudy in Miss Saigon. Dat deed je prachtig. En we hebben je hier ook nog gezien met Rocky Over the Rainbow. Ja, ja. En jij bent een debutant. Ja, dat klopt.